Goedendag. Een typisch Hollands wolkenluchtje heb ik meegenomen. Met grote verschillen. Want op de voorgrond is er eigenlijk nog weinig aan de hand. Maar in de verte zien we toch imposante wolkenluchten en al daar buien. En ja, die verschillen die zullen nog wel even blijven in het land. Want we hebben te maken met een groot complex lage drukgebied. Het lage drukgebied ligt met de kern eigenlijk over de Britse eilanden richting Denemarken. Aan onze kant vandaag, deze donderdag, nog betrekkelijk warme maar onstabiele lucht. Aan de noordzijde van het systeem stroomt vanuit het hoge noorden nu koude lucht Europa binnen. En op dat grensvlak ontstaat toch wel interessant weer. Vooral morgen is dat het geval. Hier zien we het namelijk gebeuren dat er vanuit het noorden die koelere lucht erin komt. En dan zien we dat die buigheid behoorlijk activeert op de Noordzee. Er zit ook aardig wat windwijk. Gaan we zo nog wat meer in detail naar kijken. En dat hele zaakje dat trekt dan vrij vlot over. En dan komen we zaterdag overal in die koele lucht terecht. Toch is het zo dat het weekend een stuk rustiger verloopt. Onder lading van een hoge drukgebied en zeker de nacht naar zondag toe verloopt helder en koel. Cool. Goed, ik zei het al, vooral morgen interessant weer. Want op dat grensvlak tussen beide luchtsoorten komt het toch wel tot behoorlijke windstoten. Er zit nog wel wat onzekerheid in de berekeningen. Ik heb even het harmoniemodel meegenomen. Het harmoniemodel komt morgen in de loop van de ochtend met behoorlijk wat wind op de kust. En dan kunnen windstoten zo eens voorkomen van 75 of zelfs 100 km per uur. Het Harmony-model laat de zwaarste windstoten op dit moment over de waddeneilanden eilanden trekken. Maar er zijn ook modellen zoals bijvoorbeeld ICOM of AROME die de windstoten bijvoorbeeld op de hoek van Holland, Zeeland of ergens in Noord-Holland berekenen. Dus eigenlijk moet die hele kust ook wel rekening houden met behoorlijke windstoten morgenmiddag en ochtend. Goed, vandaag ook al wel interessant weer. We hebben te maken met een zuidwestelijke wind. Aanvoer van betrekkelijk nog milde luchttemperaturen kunnen naar 18 of 19 graden stijgen. En daarbij trekken een aantal buien over het land. Zeker in het binnenland ook kans met wat onweer, tussendoor ook ruimte voor de zon. Dus ja, toch wel een sterke afwisseling. En dat maakt ook echt wel uit waar je op dit moment in het land zit. Hoeveel buien je overkrijgt en hoe je deze dag dan ook echt wel ervaart. Wel is het zo dat in de loop van de avond de buiigheid geleidelijk aan minder wordt. Ik verwacht aan het begin van de avond nog wel even een tijdelijke opleving van die buien. Maar komende nacht is het eigenlijk in heel het binnenland wel droog. Tegelijkertijd aan de kust toenemende buigheid. Daar blijft de kans op onweer ook bestaan. En in het binnenland kan het nog even afkoelen naar 11 of 12 graden bij niet al te veel wind al daar. Maar we zien het ook. Windkracht 6 aan de kust. Die wind begint al vanavond en vannacht aan te trekken. En wordt morgen zelfs een beetje stormachtig. Windkracht 8 is zeker mogelijk op de Wadden. En eigenlijk moet die hele kuststrook vanaf Groningen, Friesland, Noord-Holland richting Zeeland rekening houden met dus die windstoten. Ligt waarschijnlijk ergens zo halverwege de middag met dan windstoten die mogelijk zijn van 75 tot 100 km per uur. Binnenland valt dat lange tijd wel mee, staat wel veel wind, eerst nog uit zuidwestelijke richting, maar daar is de ochtend nog droog. Met zeker in Twente, de achterhoek, of in Limburg ook ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt gemiddeld zo rond een graad of 15. Misschien aan de grens met Duitsland, dat het nog een fractie warmer wordt. en Uiteindelijk trekken die buien dan het land op in de middag. En zeker in het noorden verwacht ik toch wel weer de genodige millimeters aan regen. Dus naast veel wind ook veel regen daar. En aan het eind van de dag draait de wind overal naar het noordwesten en stroomt koelere lucht het land binnen. En dan verloopt die zaterdag dus ook al echt een stuk frisser. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan 13 of 14 graden. Zeker tijdens de ochtend nog een aantal buien in de middag. Krijgt de zon geleidelijk aan meer en meer ruimte. En de wind die speelt dus al een minder grote rol. En hoe gaat het dan verder? Na nou, zondag liggen we dus even tijdelijk onder dat hoge drukgebied. Blijft droog. Geregeld ruimte voor de zon. Dus er zullen ook wat stapelwolken ontstaan. En wat verder opvalt, is die nacht naar zondag toe. Die verloopt dus fris. Temperaturen in het binnenland kunnen wegzakken naar zelfs 3 of 2 graden boven nul. En aan de grond zou het zelfs wat een graadje vorst kunnen komen. En in de nieuwe week blijven we onder invloed van lage drukgebieden. Af en toe valt er weer eens wat regen, dan schijnt de zon weer. En de temperatuur, die blijft toch wel aan de gematigde kant. Met gemiddeld genomen een graad of 15. Fijne dag!